vind het best wel jammer, want ja, nu moet ik echt een hele tijd omrijden om richting de ring te gaan of richting Eiburg. Vanaf 1 mei geldt een nieuwe tunnelwetgeving met veel strengere eisen. De huidige Piet Hein tunnel voldoet niet aan die eisen en daarom neemt de gemeente een aantal maatregelen. Een van de maatregelen is het weren van vrachtauto's van 3,5 ton en zwaarder. We verbeteren de zichtbaarheid van de vluchtroutes op dit moment en we verlengen de vluchtroute aan de oostzijde van de tunnel. En daarnaast verbeteren we de bewaking vanuit de verkeerscentrale. Dat lijkt me wel goed. Ik zou er niet bij willen zijn als er een vrachtwagen in de brand gaat in een tunnel. Is het voor jou duidelijk wanneer het project weer afgerond is? Nee, daar weet ik nog niks van. Nee, daar ben ik nog niet op de hoogte van. Deze tunnel hier achter mij gaat pas weer voor vrachtverkeer open na afronding van de complete renovatie in 2022. Dit was het verkeer. Tot de volgende keer.